Grondmeij heeft eindelijk zijn Franse testingdivisie verkocht. Dat was nog een erfenis die ze uit de oude overname hadden, die ze uiteindelijk in de problemen heeft gebracht. Dus dit, hiermee is een van de laatste hoofdstukken van dit hoofdpijndossier afgewenteld. Ze hebben er redelijk lang over gedaan. Het was wel in de verwachting natuurlijk. Ze hadden bij de emissie van vorig jaar al gezegd dat ze er afscheid van zouden nemen. De opbrengst is wel een tikkeltje minder dan verwacht. Het is 5,8 keer bedrijfsresultaat met schuld erbij. En de verwachtingen laag die ik gezien heb, toch wel 7 tot 8 keer het bedrijfsresultaat. Dus het zit wel onder die verwachting. Het zij zo, het belangrijkste is dat het weg is, want het heeft geen strategische overeenkomsten meer.